Dus vanavond moet ik ook de regels gaan breken. Hey, leuk dat je op deze video hebt geklikt. Voor vandaag ga ik 24 uur lang zonder schermpje leven. En ik denk dat je al denkt, wow, 24 uur is helemaal niet zo lang. Ik bedoel, iedereen kan dat. Geloof ik ook vast. En ik ga elke keer op kamp en dan moet ik een week zonder schermpjes. Maar het is nu lockdown. Het is zowat heel mijn leven op dit moment. Netflix, Instagram, YouTube. Dat is eigenlijk wat ik nu doe. En ik kan nu ook niet naar winkels. Ik kan ook niet echt heel erg veel naar buiten. Want het wordt echt om 4:30 al donker. Ik heb gewoon niet heel veel andere opties. Tenminste, ze zijn uiteraard wel. En die gaan we vandaag onderwinden. Er komt een vriendin langs. Dat is gisteren al afgesproken. Maar stel die cancelt of zo, dan ga ik dat ook niet zien. Maar als het goed is, komt die om 12:30. En we gaan het gewoon zien. Dus laten we snel beginnen met deze video. Oké, even voor de duidelijkheid. Ik mag sowieso niet op mijn telefoon. Ik mag niet op mijn laptop. Als de tv beneden aan staat, moet ik proberen niet te kijken. Het enige schermpje dat ik deze dag ga zien is van de camera. Ik heb hier een doos en hier ga ik alles instoppen wat blauw licht afgeeft, zeg maar. Wat digitaal is. Het is nu bijna 9:45, dus morgen om 9:45 mag ik weer op mijn telefoon. Maar voor nu gaat dit toch echt in deze doos. Uiteraard ook mijn laptop. Mijn laptop doe ik echt heel erg veel mee. Ik denk dat ik mijn laptop nog meer ga missen dan mijn telefoon. Want ja, een keer WhatsApp of Instagram is niet zo erg. Maar op mijn laptop kan ik gewoon zoveel meer doen. Voor nu gaat deze doos gewoon dicht. Ik vind het wel... Ja, oké. Nee, we gaan het overleven. Tadaa! Ik kan het nu niet meer ongezien openen. Oké, mensen. Vanaf nu ga ik gewoon beginnen met deze video. Ik ga gewoon mijn dag leven. Mocht ik ergens op struikelen van ik denk nu dat ik echt schermpje nodig had of nu weet ik niet wat ik te doen, dan zal ik het filmen. Maar voor nu ga ik dit onder mijn bed schuiven en hier niet meer naar kijken de rest van de dag. Mijn vriendin kan elk moment komen en dan ga ik niet filmen, maar wij gaan sowieso niet op onze telefoon. Dus, see you soon. Oké, ik wou gaan skileren, want ik dacht dat is leuk, maar mijn zusje heeft die skilers gesloopt die ze letterlijk iets van een maat hebben. Dat is een beetje dom. Nu ga ik longboarden, dus ik heb mijn schoenen daarvoor aan. Dus laten we gaan. Mijn camera is 14%, dus dat gaat hier nooit redden, maar maakt niet uit. Ik ga toch niet ver, want mijn conditie is echt ruk. Ook weer fijn om buiten te zijn, maar mijn schoenen zijn helemaal naar de knoppen, dus die gaan we niet in de was doen. Ja, yeah, don't try this at home. Ik hoop echt dat ze nog wit worden, maar we gaan het zien. Ik ga nu weer lekker lezen en dan ga ik jullie opladen, want jullie zijn 6%. En daar weet ik nog niet helemaal wat te gaan doen. Ik ben wel ergens achtergekomen. Ik heb namelijk... vanavond heb ik normaal gesproken dansen, want het is donderdag alleen. Dat is nu online, maar... Ik moet dan haast wel op mijn laptop. Maar eigenlijk is het juist wel proof dat onze maatschappij is zo gefocust op schermpjes. Alles gaat er gewoon doorheen. En zelfs dit, ik heb nu misschien geen schermpjes, maar ik praat nu wel tegen een schermpje. Het is gewoon allemaal echt heel erg daarop gericht. Dus je haast niet meer zonder kan. En bijvoorbeeld net mijn broertje zat piano te spelen en ik ging even meedoen. Maar dat was via zo'n piano op YouTube. En toen dacht ik, nee, dit schermpje. En toen zijn we gestopt. Alleen,
Zelfs toen, gewoon heel onbewust. Want ik ben echt al de hele dag van, oh, ik mag geen schermpje. En ik vind het nog niet heel erg naar, want anders was ik waarschijnlijk niet deze longborden. Maar vanavond moet ik ook de regels gaan breken. Maar ik kan daar niet heel veel aan doen, want ik wil gewoon wel bij die les zijn uiteraard. Dus ja. Dit was een boek dat ik las. Ja, ik vond het wel een leuk boek, niet geweldig. Maar ik moet er nog een boekopdracht over schrijven. Ik heb over 3 kwartier dansen. En ik moet nog even uitvogelen hoe ik dat ga doen. Ik hoop gewoon dat ik een mailtje heb. Maar anders moet ik haar zo op mijn telefoon. Ik ga nu gezegd naar beneden. Even family timen. En dan laat ik het wel weten hoe het gaat met dansen. En helaas toch wel echt een schermpje. Ik heb het eigenlijk ook niet echt gemist. Ik had soms wel op een gegeven moment voor het longboard. Dan wist ik echt niet wat ik moest doen. En ik was anders sowieso gaan uitflexen. Maar ik vind het eigenlijk juist wel leuk dat ik dat niet heb gedaan. Ik heb trouwens gewoon al een legging aan, dus ik denk dat ik dat gewoon aan ga houden. Dansen zit erop, alles gaat weer terug de doos in. Het was wel leuk, het was ongeveer wel wat ik gewoon had verwacht. Ja, het was gewoon prima, we hebben gewoon ons warm-up gedaan. En de dans, maar het gaat natuurlijk heel moeilijk, want ik doe mijn werk en dan heb je rollen en springen. Nou, dat gaat hem niet worden. Alles gaat weer terug. Ik beloof jullie plechtig dat ik nergens op heb gespiet of iets, dus ik weet nog steeds helemaal niks. Wat echt, ik vind het heel irritant, maar ik weet nu niet wat ik moet doen. Het is ondertussen 9:15, dus ik heb nog wel gewoon tijd voordat ik ga slapen, alleen ik heb geen flauw idee wat ik moet doen. Oké, hij is niet zo mooi dichtgeplakt als daarvoor, maar hij zit er weer in ieder geval. Ik weet het niet, wat ga ik doen? Ik denk, ik kan een ander boek gaan lezen, maar ik weet niet of ik nog boeken heb. Ik kan geen film kijken. Als ik in bad ga of zo, dan kijk ik altijd film en ik denk dat ik het anders zij ga vinden. Ik kan beneden ook niet film gaan kijken met de familie. Ik kan niet op mijn telefoon gaan shoppen. Ik kan vrij weinig. Ik kan niet, ja, ik weet niet. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik heb een boek gevonden. Deze heb ik geleend bij de Bieb. Hij moet uitzien binnen 2 weken. Dus goed moment. Hij heet Niemand houdt van november. En ik had hem ook geleend in november. Maar het is ondertussen december. Maar maakt niet uit. We gaan hem gewoon lezen. Ik ben benieuwd. Eindstand. Ik vond het boek niet leuk. Dus ik ben gestopt met lezen. Ik had nog even doorgelezen naar het einde. Om te kijken of het interessant werd. Werd het niet. Dus ik ben gestopt. Toen ging ik piano spelen. Een piano, maar met boek zonder YouTube. En nu weet ik niet wat ik moet doen. Maar ik denk, mama, mag ik jou eens idee draaien? Heb je leuke liedjes die ik ken? We hebben nu, ja, Titanic muziek opstaan. En we gaan zometeen old fashioned scrabbelen. Dus, leuke avond. Goedemorgen, het is ondertussen de volgende dag. En het is al 9:50, dus we mogen de doos hier openen. Natuurlijk ben ik nu naar mijn telefoon. Oh. Ik ga het zo meteen van het scherm af bekijken, maar bedankt voor het kijken naar deze video. Dus ik daag je uit deze lockdown iets vaker te denken, stel ik kom niet op mijn telefoon of geen schermpje, wat zou je dan doen? En bijvoorbeeld, ik wil ook dingen doen en had ik wel een schermpje bij nodig, maar er was zeg maar, ja, ging je piano spelen met dan een schermpje erbij. Of bijvoorbeeld iets natekenen of schilderen of whatever. Dat vind ik er niet helemaal onder vallen. Dat kon ik in dit geval ook niet. Maar dat kan je wel meer gaan doen in deze lockdown. Want Netflix is hartstikke leuk. Maar er zijn ook andere leukere dingen. Zoals naar buiten gaan of naar je gezin. Anyways, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe nog even een duimpje omhoog als je trots bent op mijn effort. Ik heb het natuurlijk wel verbroken, maar ik kon er niet heel veel aan doen. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Doeg!